Er zijn serieuze plannen om dit pand aan de Randwijklaan 13 te slopen en er een nieuwe villa op neer te zetten. De bewoners zien dat echter niet zo zitten. We staan hier op de Randwijklaan nummer 13. Dit gebouw is gebouwd begin jaren 30 in de stijl van de Amsterdamse school. En het is de bedoeling, naar wat wij begrepen hebben, dat het gesloopt gaat worden en dat daar een vrijstaande villa voor op de plaats komt. Kijk, het is natuurlijk een gebouwtje wat helemaal past in de stijl van de Randwijk. Het is gebouwd onder de architectuur van meneer Warners, net als een aantal andere panden hier in de buurt. Maar wat voor ons eigenlijk misschien nog wel een wat groter ding is, is de cultuurhistorische waarde. Dit pand is van 1938 tot 1942 gebruikt als synagoge. En niet alleen als synagoge. Het is ook nog eens een keer zo dat hier ten tijde van de Duitse bezetting de Joodse kinderen die niet meer welkom waren op de Michiel de Ruiterschool onder andere, hier in dit gebouw les hebben gekregen. Voor heel veel van die Joodse kinderen is dit dus het laatste gebouw geweest waar zij op een normale, reguliere manier onderwijs hebben kunnen krijgen voordat ze ofwel op transport gezet werden of de onderduik in moesten. Nou, voor ons is dat toch wel een belangrijk ding. Je ziet ook dat ieder jaar als de Jozefschool onder andere hier een rondleiding hebben door de wijk waarbij het over die meidagen gaat en die oorlogsjaren gaat, dat hier nog even wordt stilgestaan bij wat er in dit gebouw gebeurd is, wie daar gezeten hebben, wat voor rol dat heeft gespeeld. En wij zouden dat toch wel heel erg spijtig vinden als dat zou verdwijnen. Ja. Want er zit dus een heleboel historische waarde ook aan. Ja, er zit een heleboel historische waarde aan. Onder andere, het is om te beginnen gebruikt als kerk voor de hervormde gemeente. Later heeft de Joodse gemeente het overgenomen. Die hadden op dat moment geen eigen sjoel. De diensten werden tot die tijd bij iemand thuis gehouden, op het Catharine van Kleverpark. En vanaf 1938 is dit gebruikt als sjoel. Ja, en helaas is door de donkere jaren in de oorlog en de Duitse bezetting is daar een einde aan gekomen. En daarna is het eigenlijk nooit meer helemaal goed gekomen en is het pand gebruikt als kleuterschool. Nu zit er een podoloog in, allemaal prima, maar het pand bestaat nog. En waardoor het nog steeds een tastbare herinnering is voor ons, voor mensen waar je eens langs kan lopen, waar je eens bij stil kan staan van goh, daar heeft zich dit of dat afgespeeld tijdens die oorlogsjaren. In onze optiek een hele rare gang van zaken, want zoals wij eigenlijk niet beter weten is dat de procedure nog loopt. Wij hebben namelijk ook als bewoners een aantal vragen gesteld naar de gemeente toe. En waar wij dus in onze optiek een beetje vreemd antwoord hebben gekregen. Maar daar staat niks in dat het gebouwtje al gesloopt gaat worden. En we hebben nu net te horen gekregen, en dat is echt alle moment, dat er dus de sloop eigenlijk al niet meer tegen te houden is. En dat is natuurlijk een beetje vreemde gang van zaken. Terwijl er dus nergens is aangekondigd dat het gebouw al gesloopt mag worden. En dat hebben wij als bewoners gewoon nooit en als aanwonenden al helemaal niet te horen gekregen. En dat is natuurlijk vanuit de gemeente uit een beetje, wij denken een schimmige gang van zaken op zijn minst. Je had een brief ook gestuurd naar de wethouder Raad, maar daarin kreeg je een brief terug van hele andere afdelingen. Wij kregen een brief terug van heel iemand anders. En daar stond ook in die brief stond dat wij dat het naar aanleiding was van ons bezwaar. Maar het bezwaar, dat hebben wij helemaal niet gemaakt. Wij hebben alleen een aantal kritische vragen gesteld, direct aan de heer Raad. En daar hebben wij dus geen antwoord op gekregen. Ja, we kregen een antwoord dat ons bezwaar mee werd genomen in de besluitvorming. Maar ja, wij hebben helemaal geen bezwaar gemaakt. Wij hebben alleen wat vragen gesteld. En dat is dus, dus of de gemeente leest hun post niet goed, of ze doen maar wat. Dat is een beetje de indruk die wij hebben. En vooral het feit dat er dus hier een villa gebouwd gaat worden, die dus totaal niet strookt met de plannen die er dus zijn voor de villa te bouwen. Die strookt totaal niet met de huizen hier in de omgeving. En het rare van het hele verhaal is eigenlijk dat het huis al te koop staat. Je kan het dus al kopen. Want daar staat op Funda, hè? Het huis staat op Funda, met tekeningen en alles en alles erop en eraan. En als je dus de tekeningen bekijkt die op Funda staan, ja, die kunnen dus totaal niet stroken met het welstandsplan wat hier voor Randwijk geldt. Het welstandsplan wat de gemeente dus zelf heeft geschreven. En als ja, de gemeente zich niet aan hun eigen welstandsplan houdt, ja, waar zijn we dan mee bezig? En ik denk als iedereen op Funda gaat kijken naar Randwijklaan 13, wat daar voor huis gebouwd gaat worden, ja, dat is geen Amsterdamse schoolwoning, dat is een cataloguswoning zoals dat heet. En dat is totaal niet strookend met de welstand hier in Randwijk.